Weinig zo rustgevend als in de auto blijven zitten in de wasstraat. Voor je ogen speelt een dansvoorstelling af van borstels en waterstralen. Of laat je kroost een zakcentje verdienen door hem de auto te laten wassen. Gewoon op straat. Maar wat is nou de meest duurzame keuze? Gemiddeld wassen we 20 keer per jaar onze auto. Dat zijn in Nederland zo'n 100 miljoen wasbeurten. Als je ouderwets met een emmertje sop en de tuinslang aan de slag gaat, dan eindigen de zeepresten in de put. Zo komen ze terecht in het riool en dus bij de waterzuivering. Uiteindelijk levert dat dan weer schoon drinkwater op. Autowassen en vooral het naspoelen met de tuinslang kost flink wat water. Schoon drinkwater uit de kraan. En dat is natuurlijk zonde. Gebruik dus het water uit een regenton als je die hebt. Tegenwoordig zijn er online ook allerlei producten te kopen waarmee je je auto kunt wassen zonder water. Je verspreidt en verwijdert het schoonmaakmiddel dan met een spons. De reinigers zijn bovendien biologisch afbreekbaar. Wie in een nieuwe wijk woont is soms aangesloten op een dubbel rioolsysteem. Water uit de put gaat dan rechtstreeks naar de sloot. Dat is natuurlijk prima als het hemelwater is. Maar het is niet de bedoeling dat ook alle zeepresten terechtkomen tussen de eendjes. En in zulke wijken is het dan ook vaak verboden om je auto te wassen op straat. Naar de autowasseret te gaan is over het algemeen vriendelijker voor het milieu dan de auto op straat wassen. Zo'n bedrijf gebruikt veel meer water, maar moet ook aan allerlei milieueisen voldoen. Het water moet ter plekke worden gezuiverd en hergebruikt. En de afvalstoffen worden gescheiden afgevoerd. Ook de autowasplaatsen waar je zelf je auto kunt wassen, hebben een professionele installatie die aan milieueisen moet voldoen. Je autowas is daar dus minder milieubelastend. En je kunt lekker fijn met water spetteren.